mensen zul je ongetwijfeld ook wel eens gezien hebben. Die mensen die eigenlijk altijd met een mineur een beetje misschien de kerk binnenlopen en ook met de mineur eruit gaan. Terwijl ze dus dan kennelijk daar ook het goede nieuws zouden moeten horen. Wat vind je daarvan? Ja, ik ken hun... Kijk, als het altijd een structureel patroon is, zeg maar. Kijk, ik weet niet hoe erg en zwaar iemands leven is, zeg maar. Ja. Dat, ik kan qua beleving daar natuurlijk niet nu op invoelen. Soms als je mensen hun verhaal hoort, denk je, ja, hun leven is ook heel zwaar. Maar er is natuurlijk ook zo'n gedichtje, maar zo zwaar als wij het vaak maken, dat is het natuurlijk niet. Wij overdrijven natuurlijk heel vaak het negatieve. Ja, we exploderen een soort van onze ja. negatieve gevoel ook in de kerk. Terwijl het leven uit genade, het leven uit Gods hand. En ik denk dat je dat ook enerzijds wel een beetje gegeven moet worden. Maar het is ook iets wat je in dankbaarheid mag ontvangen, zeg maar. Ja, en wij ook. Dus wat jij zegt, ook misschien voor moet vechten of voor moet werken. Waar je jezelf, ja, bij jezelf moet bepalen. In, jezelf in moet corrigeren, zeg maar. Ja. Als de Bijbel dat zegt... David bijvoorbeeld, die zegt van... die heeft helemaal geen makkelijke situatie in Psalm 16. En dan zegt hij, ik stel de Heere voor ogen. Dat is gewoon een bewuste daad. Ja. Als ik tegen jou zeg... Rick, stel je voor, de Bahama's, lekker zonnetje, cocktailtje erbij. En dan ga je zo zitten enzovoort. Nou, je bent er, nu al. Zeker. Direct. Nou.